Het is maandag en tijd om te werken. En mijn schoenen matchen bij mijn broek. Ik ben weer thuis van werk. En nu op vrije tijd. Leuk voor de verandering. Ik denk dat ik misschien weer sieraden ga maken of zo. Even nadenken. Maar ik ga eerst douchen, want ik voel me echt. Het is echt warm vandaag. Oh ja, en eten. Want ik had helemaal geen lunch meegenomen. Aangezien mijn plan was om na mijn meeting naar huis te gaan. Maar ik ben trouwens wel blij, want ik heb vandaag nog een extra level meer de diepgang in kunnen gaan met mijn resultaten. En de chemometrics. Dus dat is echt top. En nu ben ik alleen nog steeds niet begonnen met schrijven. Maar als het me lukt om alles op tijd af te krijgen, heb ik wel straks betere en meer resultaten. Dus dat is dan wel weer goed. Ik probeer een ketting te maken en ik hoop dat het gaat lukken. Oké, beter wordt het niet met één hand, maar het is een ketting. We beginnen de dag met therapie. Dat zit er ook weer op. Nu tijd voor beginnen met schrijven. Of nou ja, informatie zoeken voor mijn introductie. En ik heb er olie, maar prachtig. Mijn huisgenoten hebben gewoon school tot 1 uur en dan begint de chillen van de dag. En ik kan me echt niet concentreren als ze tv gaan zitten kijken. Ik snap natuurlijk wel dat ze dat willen. Dus ik ga nu mijn kamer verbouwen. Deze ga ik voor het raam zetten, zodat ik in daglicht kan studeren. En dan dit daarheen. Ik heb er nu dit van gemaakt. Niet helemaal optimaal. En dit. Dus nu kan ik weer verder met aan mijn introductie werken. Het wordt tijd voor lunch. Het is 9 uur en ik ga stoppen met werken. En ik ga eten en douchen. En ik ben zo gaar. I don't know if it's too big like compared to the others. Ik leef weer een beetje. Ik ga nu sieraden maken. En zo leuk de vorige keer dat ik sieraden ging maken in de woonkamer. Van mijn huis van het thuis. En ik was echt zo, wat ben jij nou aan het doen? Wow, dit is echt super vet. Kan je ook iets voor mij maken? Dus hij wil graag een armband. Dus hij heeft net allemaal zitten uitzoeken wat hij wil. Echt zo aandoenlijk. En toen zei hij, ja, doe er ook een A aan. Want dan weet ik voor altijd dat jij het had gemaakt. Echt heel, heel cute. Dus dat ga ik nu maken. En we hebben een inside joke met het woord moppie. Dus ik ga ook nog een armband daarvoor maken. Het is af. Very cute. Ik hoop dat ze passen. Ik heb nu ook een voor mezelf gemaakt. En ik heb mijn volgende project bedacht. Ik heb deze quote van Frank Ocean echt al heel lang in mijn hoofd. En nu dacht ik, wow, misschien kan ik dit gewoon hier iets mee doen. Dus ik moet alleen nog even uitvinden hoe en wat. Maar ik heb een idee. Dat is echt een heel puzzelwerk aan het worden. Ik had natuurlijk weer niet slapen door medicijnen die ik gisteren had gebruikt. En toen uiteindelijk melatonine genomen. En weer veel te diep in slaap gevallen. En ik had het echt hele intense levendige dromen. Ik is nu wakker geworden met echt zware koppijn. Dus ik ga nu een smoothie drinken. Terwijl ik wacht op de baas uit de mol. Maak ik deze even op. Ik voel me nog steeds niet beter. Dus ik ga kijken of een wandeling misschien helpt. En boodschappen doen. Ik ben weer terug van de wandeling. Ik heb boodschappen gedaan. En nu nog weer koppijn. Aangezien nog niks werkt, ga ik dit nu maar proberen. Voor de verandering even wat oorbellen maken. Ik voel me eindelijk wat beter, dus ik kan vandaag weer de hele dag aan de slag. Oh, en wat ik gisteren had gemaakt. Deze twee paar en een aantal bedels die ik aan ketting kan doen. Met deze die ik ooit van twee vriendinnen had gekregen, omdat ik katten haat. Even wat eten en ik heb een nieuwe laptop standaard, want mijn nek doet echt pijn. Tijd voor nog wat eten en ik heb inmiddels mijn eerste mini alineaatje af. De pokeravond in ons huis gaat nu van start, dus we zullen zien hoe ver ik nog kom vandaag. Het is 10:30 en ik ben eindelijk klaar met de eerste subsectie van mijn introductie. En nu
ga ik Gilmore Girls kijken. Want ik kan echt niks meer. En de poker avond is nog steeds bezig. Ik moet even fluisteren, want er ligt weer iemand op de bank te bedden. Maar vandaag beginnen we even met de wandeling. Ah, ik ben weer thuis van mijn wandeling. Nu ga ik verder met mijn introductie. Let's go. Ik had even een danspauze met dit nummer. Precies om 11 uur. Sexy 2 of. Eet voor avondeten. Ik ben benieuwd of dit lekker wordt. Ik had ook nog artisjokken. Maar het gaat niet echt passen. We gaan hier aan beginnen. Het ziet er echt lekker uit. En ik ga Netflixen. Een nieuwe dag, een nieuw indrinkfeestje in mijn huis. Maar als het goed is, komen ze over 10 minuten. En dan gaan ze over iets van 3 uur weg. Ondertussen ben ik met deel 3 van mijn introductie bezig. Ik heb weer wat snacks verzameld, zodat ik niet in de party hoef te komen. Nou, de feestgangers zijn eindelijk weg. Dus nu kan ik serieus aan de slag. Maar eerst wat eten. Ik zie 3 is ook af en ik heb even lekker gedoucht. En nu ga ik weer avondeten maken en Netflix. Het is inmiddels alweer zondagmiddag, namiddag. En ik ga vanavond naar een feestje met mijn huisgenoot. Maar dat begint pas om 12 uur 's nachts. Dus we gaan eerst naar een soort dagfestival ofzo. Ik ben echt wennen aan lage voetdragen, maar ik vind het op zich wel oké. Tijd voor het feestje. Time to party! Van Chadwick. Did you think it was good? Oui. Did you think oui? Mais oui, la vache chérie. Het regent alleen. Ieuw, regen. Mattie, dit is Mattie. Dit is mijn Mattie, Mattie. Het regent wel echt hard. Toch? Moppie. Moppie!